Uiteindelijk draait alles om de beste kwaliteit ingrediënten. Vandaag ben ik in Slootdorp en hier ligt het boerenbedrijf van de familie Kolen. Zij maken de vleesvervangers die jij in je box vindt. Koen, vertel eens, hoe lang maak jij al vleesvervangers? Wij maken vleesvervangers sinds 2011. Ons bedrijf bestaat al sinds 1941. Het is ooit opgericht als een akkerbouwbedrijf. Waar we verschillende groenten, tarwe, aardappels, maar ook eiwitten telen. Toen zijn wij in 1981 gestart met een champignonbedrijf daarbij. Wij zagen vroeger al altijd onze vader 's avonds met zijn zaklamp naar de kwekerij lopen om alle champignons te controleren. En nu hebben wij dat stokje van onze vader overgenomen. Van akkerbouw tot vleesvervangers. Hoe kwamen jullie op dat idee? Nou, voor ons was dat een hele logische stap. Omdat paddenstoelen vaak al gezien worden als natuurlijke vleesvervanger. Dan hebben we eigenlijk een product wat iedereen kent. En wat mensen dan kunnen gebruiken als een vleesvervanger. En het unieke is dat we die telen, oogsten en verwerken tot vegaburgers voor de HelloFreshbox. Hey, en Koen, ik heb gehoord dat jullie met een gesloten voedselketen werken. Hoe zit dat precies? Dat houdt in dat wij zeg maar, de reststromen die uit de champignonproductie vrijkomen, dat we die gebruiken op ons akkerbouwbedrijf als bemesting. Waar we onder andere weer eiwitten telen voor onze vegaburgers. Vroeger was dat de slimste manier en tegenwoordig mogen we dat duurzaam noemen. Het allermooiste aan ons werk vinden wij eigenlijk dat we een product hebben waar we 24 uur per dag voor zorgen. En dat we vanuit onze producten eigenlijk de mooiste en eerlijkste vegetarische burgers maken. Die vegaburgers, staan die ook wel eens bij jullie op het menu 's avonds? Nou, om eerlijk te zijn staan ze steeds vaker op het menu. En dan kiezen wij als familie toch het liefst voor de champignonburger met oregano, pijnboompitten en Italiaanse kaas. Oeh, dat klinkt goed. Ik ga het vanavond ook proberen.